Rian van Rijbroek is bij ons. Hij is expert cyberveiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Hartelijk welkom. Dankjewel. U heeft jarenlang hacks uitgevoerd in opdracht van geheime diensten en overheden. Klaas Knot hoorden we net zeggen, de president van de Nederlandse Bank. Ja, die DDoS-aanvallen zijn aan de orde van de dag. In hoeverre zijn de aanvallen van de afgelopen dagen nou anders? De aanvallen zijn, je ziet vanaf eind 2013 zie je een bepaalde trend. De aanvallen zijn groter, zijn geavanceerder. En het lijkt erop alsof iemand de beveiliging van de banken in dit geval, van de Belastingdienst in dit geval, aan het testen is. En is er dan iets te zeggen over wie die iemand is? Dat je kunt nooit met zekerheid zeggen wie daarachter zit. Maar je zag dat er codes bij banken binnen zaten, Russische en Iraanse codes en Noord-Korea. Dus er wordt gedacht aan hackersgroepen uit die drie landen. Ja. Wij spraken vandaag ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Dick Schoof. Laten we even luisteren wat hij over deze aanvallen zegt. Waar het vandaan komt, wie het is geweest, is op dit moment echt veel te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Kan een land zijn, kan crimineel zijn, kunnen ook nog een groepje intelligente WizKids zijn. Dus echt veel te vroeg om daar op dit moment een uitspraak over te doen. Maar wel ernstig, zo'n omvang. Ja, de omvang is ernstig, maar de schade viel erg mee. En dat komt omdat de banken echt zeer serieus werk maken van hun digitale veiligheid. Echt goed voorbereid zijn op deze zaken. En dus ook vrij snel konden reageren. En ook maar als ze al uit de lucht waren, eigenlijk relatief kort uit de lucht waren. Maar die banken zeggen ook, het is een aanval die we in jaren niet meer hebben meegemaakt. Hoe kan dat? Nu ja, niet in deze omvang en met deze geavanceerdheid. Hè. De banken hebben in 2014 een grote aanval gehad. Dat kunnen sommige mensen zich misschien ook nog wel herinneren. En dat heeft ertoe geleid dat de banken heel veel maatregelen hebben genomen. En ook vaak een voorbeeld zijn voor de andere vitale sectoren over het type maatregelen wat je kan nemen. Maar ja, toch kan altijd weer een ontwikkeling plaatsvinden waardoor je opnieuw geconfronteerd wordt met een aanval waar je niet meteen op kan reageren, maar gelukkig wel als gevolg van grote alertheid relatief snel op kan reageren. En ik snap de zorg die er is. Dat is ook waarom financiële instellingen, trouwens ook de overheid zelf, veel investeert in digitale veiligheid, in wat we noemen cybersecurity. Maar toch kan je een aanval zoals dit, die kan je soms net niet helemaal voor zijn. Maar je kan wel zorgen dat je vervolgens snel je maatregelen treft, waardoor de overlast of de schade minimaal is. En dat vind ik het goede nieuws van dit weekend. Naast het slechte nieuws van ontwikkeling, dat dit nog steeds kan. Ja, Dick Schoof zegt dus inderdaad, zoals u ook zegt, het is groter en geavanceerder dan wat we eerder hebben gezien. Maar gelukkig valt de schade mee. De vraag is ook, waarom doen hackers dit? Want er is inderdaad geen geld buitgemaakt. Er zijn geen gegevens gevonden. Dus wat is het doel? Ik gaf al aan dat hackers de beveiligingssystemen aan het testen zijn. Dus dit is een vooraanval van iets groots dat gaat komen. En wat gaat dan komen? We hebben nu recent, de afgelopen dagen, en dat is informatie die ik vandaag heb doorgekregen van een veiligheidsdienst, hebben we mee te maken gehad. En daar hebben we hetzelfde patroon gezien in de VS. Dat ze dus ook deze testaanvallen hebben uitgevoerd. En nu hebben diverse geldautomaten geld uitgespuugd op bepaalde tijdstippen. En die zijn door geldezers, is dat geld opgehaald. Dus u zegt uiteindelijk is dit een voorbode voor wel degelijk geld, fysiek geld uit de geldautomaten te krijgen. Ja, want als ze de beveiligingssystemen, dus als ze de bank onder controle krijgen, kunnen ze dus bijvoorbeeld geldautomaten gebruiken. Dus ze hebben rechtstreeks de toegang tot contant geld. Maar wat natuurlijk ook een andere mogelijkheid is, dat ze de controle krijgen over het SWIFT-systeem. Ja, dat is zeg maar het betalingssysteem wat alle banken hier in Nederland gebruiken. Oké, dat klinkt heel alarmerend. Terwijl toch onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, vandaag zei, er is geen gevaar voor het betalingsverkeer, of ook de persoonsgegevens van klanten komen niet in gevaar. Dat bent u niet met hem eens dus? Ik ben het wel met hem eens. Op dit moment is dat gevaar er nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat dat gevaar niet gaat komen. Ja, en dan is dan de belangrijke vraag, zijn de banken, zoals Dick Schoof net zei, wel goed genoeg beschermd tegen wat er dan mogelijk nog gaat komen? Dat is een vraag. Dan heb ik als eerste een wedervraag.
als cybersecurity bedrijven. Ik had een voorbeeld te noemen, had ik 2 jaar terug had ik een opdracht van een klant. Die zei, ga voor mij eens op zoek naar een beveiligingsbedrijf die de garantie afgeeft dat mijn multinational voor 97% cyberveilig is. Ik heb het bedrijf nog niet gevonden. Er is geen enkel cybersecurity bedrijf dat de garantie geeft, ja, dat ze het ook echt cyberdicht maken. Dus ze hebben een dienstverlening. En hoe moet dan een bank, als cybersecurity bedrijven deze uitspraak al doen, hoe moet een bank zich dan, ja, die uitspraak wel kunnen doen? En wat is dan uw antwoord? Wat moet een bank dan doen? Dan denk ik dat we wel een oplossing hebben. En dan denk ik aan de smart blockchain, aan blockchain technologie. En dat, want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is. Maar dan krijg je gewoon een heel andere beveiliging. Dan staat het niet meer centraal, maar de informatie staat decentraal. Nou, dat is natuurlijk een heel technisch verhaal, maar u zegt er is een mogelijkheid. Even op dit moment waar we nu staan, voor mij als consument, voor u. Als je gebruik maakt, wat iedereen denk ik tegenwoordig doet, van mobiel bankieren. Hoe kan ik mezelf beschermen dat er toch niet iets gebeurt met mijn gegevens of mijn geld? Ik zou in ieder geval, als ik in zou loggen bij een bank, zou ik het al doen via, je kunt tegenwoordig inloggen of via VPN of via de veilige modus, zoals bijvoorbeeld bij Apple. Dan zou ik niet via de mobiele telefoon doen, want mobiele telefoons, ja, die zijn gewoon heel gemakkelijk te hacken. Locatie hacken, ook niet op een openbaar. Dus de app van de bank of van je telefoon afhalen, zegt u? Dat zou ik zelf nooit doen. Mm-hmm. Als ik dus zeg maar zou bankieren met mijn gegevens, zou ik zorgen dat ik dat op een computer doe die op een kabel is aangesloten. Dus ook niet op een wifi-netwerk, want die zijn ook gemakkelijk over te nemen en te hacken. Dus ik zou daar toch wel voor opletten. Ja, dus met de telefoon opletten en wachtwoorden veranderen. Ja, en wachtwoorden veranderen en lange wachtwoorden. Lange, ingewikkelde wachtwoorden. Ja. Nou, met dat advies sluiten we af. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio. Rian van Rijbroek, dank u wel. Dank je wel.